Hey lieve mensen, nou weer even via Instagram. Ik loop en ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een rondje doen. Ik kreeg ineens een ingeving, ik dacht, weet je wat, ik ga de stad in, ik ga een rondje doen en ik ga kijken waar ik nog welkom ben. En verbazingwekkend, want ik heb de tentjes genomen waar ik eigenlijk al jaren kom, dus waar ik echt wel vaste klant ben, waar ik duizenden euro's de laatste jaren heb besteed met vrienden, gezin. En ik ga de namen niet noemen, oké? En ik ga je zo ook uitleggen waarom niet. Maar het was echt een test. En ja, het is heel confronterend. Maar je weet het van tevoren, dus je kan je daar een beetje op instellen, zeg maar. Nou, het interessante was, dan kom je binnen en ik ga gewoon zitten en ik pak de menukaart. En dan komt de kritische vraag natuurlijk, de cruciale vraag, ja. Even je QR-code scannen. Nee, zeg ik, doe ik niet aan mee. Maar als de BOA's komen, sta ik op en ben ik weg. Dus dan help ik je mee. Nee. En je ziet de angst in de ogen van de ondernemer. Je ziet gewoon de angst. En ja, ik blijf zeggen, samen met velen, ze hebben het wel slim aangepakt. Want de ondernemer, ja, het water staat al aan zijn lippen financieel. Vanaf 1 oktober hebben ze de geldkraan dichtgedraaid. Niemand wordt meer geholpen. Dus je ziet de angst van nee. Ik durf dat niet te doen. Dus dan sta ik vriendelijk op. Oké, dankjewel, geen probleem. Mag ik even de naam van je manager? En toevallig had ik op dat moment Willem aan de lijn. En Willem die luisterde mee. Hij zei, wat ben jij aan het doen? Ik zei, nou, ik doe even een rondje horeca. Hij vond het ook wel grappig om dat gesprek te volgen. Want ik was met hem aan de telefoon. Ik zei, mag ik even je naam? He, naam? Ja, van jou, want ik ga aangifte tegen je doen. Aangifte doen? Ja, want jij begaat nu een strafbaar feit. En ik weet dat je dat in opdracht doet van de criminele organisatie De Roverheid. Maar ja, om hier uit te komen, ga ik met alle liefde aangifte tegen jou doen. Mag ik even je naam? Nou, de ene geeft het wel, de ander niet. De ander verwijst door naar een manager, et cetera. Maar ik heb op dit moment, ik geloof, 8 restaurants die mij hebben geweigerd. En daar ga ik aangifte tegen doen. Nou, dat is dan interessant. Aangiftes mogen niet worden geweigerd. Ik weet dat de politie aankondigt van ja, we nemen die aangifte niet op als het om QR-code gaat. Nee, je mag altijd aangifte doen. Dus ik ga aangifte doen. En dat doe ik dan maandag of zo. En dan maken we even een afspraak en hebben we 8 aangiftes. Nou, dat heeft me in totaal een half uurtje gekost. 8 aangiftes, als ze dat allemaal doen, die 1,8 miljoen mensen die nu worden geweigerd, dan is het zo voorbij volgens mij. Dus misschien heb ik je op een ideetje gebracht. Nou, zoals je ziet loop ik in de regen, want regen is maar water. En de vraag is iedere keer, hoeveel heb jij ervoor over om dit systeem te doen keren? Dus, ik ben inmiddels bij mijn auto. Ik heb er alles voor over om dit te keren. Alles. En dan bedoel ik alles. En dus ja, uiteindelijk kwam ik bij een tentje terecht. Ik ging ook daar weer zitten. Dat was de 8e in de rij, de 9e. En die vroegen geen QR-code. Dan ga ik natuurlijk niet de naam geven, want de Gestapo luistert en kijkt mee. Maar en ik had helemaal niet zo'n trek in dat eten, maar ik ga je niet vertellen wat ik heb gegeten. Want dan staat de BOA daar voor de deur. Dus het interessante was, ik ging daar zitten en ze vroegen helemaal geen QR-code. Ik dacht, nou, na 8 keer geweigerd te zijn, ben je daar helemaal op voorbereid. Je raakt ook wel een beetje immuun voor, heb ik gemerkt. Dus ik zat al helemaal klaar om de naam van de manager te vragen. Maar nee, en ik had helemaal niet zo'n trek in dat eten. Dus uiteindelijk besteld, er werd niets gevraagd. Ik dacht, opvallend. En toen ben ik daar toch gaan eten, snap je? Want uiteindelijk ga ik ze daarmee, ga ik ze dan ook wel echt belonen. Prima, vriendelijke service, hele fijne avond meneer. Niets over de QR-code gevraagd. Nou, ik denk dat dit de manier is. Als we nu gewoon met z'n allen, iedere keer, zodra je in de stad bent, et cetera, en je wil ergens wat gaan eten, ga gewoon de binnenstad in. Ga net zo lang door tot je ergens welkom bent waar ze de code niet vragen. Het zou ook kunnen dat het niet kan. Ga je weg. Maar blijf in liefde. Want wat ik al heb gezegd, ja, nu kom ik op het punt. Waarom ga ik nu de namen niet noemen van die ondernemers die me hebben geweigerd? Nou, ten eerste, in de oorlog waren mensen ook. Voor mij zijn er 3 lagen. Je staat aan de goede kant van de geschiedenis en je doet alles om dit te veranderen.
Je staat aan de goede kant van de geschiedenis, maar je doet niet alles om het te veranderen. Maar onder de radar ben je een soort verzetstrijder. Maar ja, zolang het niet kentert, laat jij je niet uit. En ik zei net drie lagen, het zijn er eigenlijk vier. Okay? Dus je hebt twee kanten aan de goede kant van de geschiedenis. Die mensen die doen niet mee met dit hele verhaal, maar die staan wel op en die zeggen ik pik het niet. Dan is er nog een deel die staan ook aan de goede kant, maar die blijven een soort van onder de radar. En als die zitten een beetje te wachten totdat het kentert en dan gaan ze meerennen. Maar die doen niet mee, dus die laten zich ook niet vaccineren, et cetera. Anders zouden er morgen in Amsterdam wel 1,8 miljoen mensen staan als iedereen op zou staan. Maar dan gaan we naar de foute kant van de geschiedenis. En daar heb je ook twee soorten. Dan heb je de extreme, hè? Dan heb je de boa's, de politieagenten die gewoon meedoen. En ik vind trouwens meedoen net zo erg als het aanzetten. Okay? Ik bedoel, als iemand naast mij een vrouw in elkaar begint te slaan en ik doe niks, dan vind ik mij net zo schuldig. En misschien kan ik fysiek niks doen, maar ik kan in ieder geval proberen iets te doen om te bellen, et cetera. Maar ik vind mezelf net zo schuldig als ik toesta te kijken, dan dat ik het aan zou zetten. En dat geldt hier ook. Dus voor mij heb je de hele fouten. Dat zijn al die boa's, politieagenten die hier aan meedoen. Want er zijn er ook zat die niet meedoen. Maar dan heb je ook die winkels bij wie het water aan de lippen staat. De support is weg. En net bij die 8 zaken waar ik ben geweigerd, hebben er 6 hebben er echt sorry gezegd. Echt sorry, want ik ben vaste klant daar al heel lang. Maar ja, ze weigeren me toch. Sorry. En ik zie gewoon de pijn in de ogen. Ze willen me niet weigeren, maar ze moeten in hun beleving. En nu hebben ze altijd een keus. Maar dit waren allemaal personeelsleden van een manager of een eigenaar. En dan denk ik, oké, weet je wat? Het is jammer, ik blijf een liefde. Hey, geen enkel probleem. Ik ga wel even de naam van je manager noteren. Of van jou, ik ga wel aangifte tegen je doen. Met alle liefde. En dat doe ik echt voor jou. En dan schrikken ze natuurlijk aangifte. Ja, maar dat gaat wel gebeuren. Want je begaat een strafbaar feit. Alleen ik hoef daar niet boos om te zijn. Want ik weet dat je het uiteindelijk doet om je salaris te behouden. Heel veel mensen leven van salarisstrook naar salarisstrook. En dit is de hele strategie. Ze hebben eerst de hele horeca uitgekleed. Totdat het water aan de lippen stond. Toen hebben ze gezegd QR-code. En nu zijn al die ondernemers zo bang dat ze uiteindelijk denken, ja, ze zitten ook in een soort angsthypnose, zeg maar. Dus in deze fase, maar dat bepaal ik zelf natuurlijk. In deze fase zeg ik, weet je wat? Ik ga je niet noemen als een soort verrader, ga ik jou vertellen. Dan denk ik, dat hoeft niet. Maar ik ga wel aangifte doen. Want dit moet wel worden gedocumenteerd en vastgelegd. Dus ze staan onder gigantische druk. En dat is ook de reden waarom ik in deze fase van de strijd zeg, weet je, ik ga je wel aangeven bij de politie. Maar ik ga niet oproepen aan iedereen, niet meer daarheen, et cetera. Want je gaat gewoon hetzelfde ontdekken als ik. En het kan ook zo zijn dat je gaat ontdekken dat ze jou wel binnenlaten. Okay? Dus laten we elkaar onder de radar op de hoogte houden. Ik zou je niet aanraden om iedere keer op internet te gaan zeggen, hey, ik kon daar eten zonder QR-code. Want dan ben je eigenlijk de ondernemer weer aan het straffen. Want de boa's zien het gewoon als een gouden gids. Als een soort wegwijzer voor, hey, waar moeten we als volgende heen? Dus wij creëren gewoon ook op deze manier een soort ondergrondse, zeg maar. Nou, dat wilde ik even met je delen. Neem de moeite. Ik ben hartstikke blij met die 8 namen. Ze kan weer aangifte doen. Ik zou zeggen, ik zou het niet iedere dag doen. Ik had toevallig trek om iets te eten. Ik dacht, weet je wat, ik ga een rondje doen. En blijf vooral in respect. En ik leg ze ook uit, want ik zie de opmerking voorbij komen. Ik leg ze ook uit waarom ik aangifte doe. Ik zeg, jij begaat nu een strafbaar feit zonder dat je dat wil. Maar dat is wel wat je doet. Je overtreedt hierbij artikel 1. En we hebben ook nog een artikel 10. Dat is privacy. We hebben allemaal recht op privacy. En je mag mijn medische gegevens niet eens vragen. Maar als je het al vraagt, hoef ik het zeker niet te geven. Dus ik ben helemaal niet verplicht om die QR-code te geven. En ze blijven maar verwijzen naar artikel 58. Het is allemaal compleet onrechtmatig. Maar ze houden mensen in de illusie dat het allemaal rechtmatig is. Ja, dus ik merk dat ik het eigenlijk best wel leuk vond, zo'n rondje. Dan zit je al in een zaak en dan ga je niet meedoen. Geen drama maken, niet schreeuwen, niet tegen al die mensen. Althans, die behoefte heb ik niet. Ik ga al die mensen die daar zitten. Het voelt wel een beetje vreemd, want dan loop je weg en dan denk je, nou, daar zitten al die mensen dan. Hoe voelen jullie je dan dat er nu iemand wordt geweigerd op basis van het feit dat die hier niet aan meewerken? Maar ik heb niemand lastig gevallen, want ik denk dat het ook voor die ondernemer heel fijn is om te zien
dat iemand het niet ermee eens is, maar wel gewoon rustig en in liefde blijven. En ik denk dat dit de uitstraling mag zijn die we met z'n allen mogen uitstralen. Dus niet naar boosheid of woede. Ja, maar dat je gewoon inderdaad zegt van, joh, ik ben het niet, ja, helaas niet met je eens. Ik zou een andere keuze hebben gemaakt, maar je begaat een strafbaar feit. Dat is je bedoeling niet, dat weet ik wel, maar ik ga wel even aangifte tegen je doen. En ja, artikel 58, dat is de wet op publieke gezondheid. Dat is een hele uitgebreide wet met allemaal lettertjes, A, B, C, D, dat soort dingen. En wat je daarin gaat zien, gaat deze dame nu zorgen dat ik er niet uit kan. Nou, even in de gaten houden. Ik sta hier geparkeerd. Nee, dat gaat goed. Kijk maar even. Wet publieke gezondheid, artikel 58. En daar staan allemaal lettertjes in. En dan zie je waar al deze gekkigheid op gebaseerd is. Compleet onrechtmatig. Maar ja, weet je, op school leren we bijna niets over recht. En ik denk dat dat eigenlijk wel bewust is ingestoken. We zijn allemaal best wel dom gehouden. Ik ben ook de laatste anderhalf jaar pas erachter gekomen hoe wetten een beetje in elkaar zitten. Maar ik loop echt rond met een gigantische achterstand. Dus dat mag zometeen in de nieuwe wereld gaan we zorgen dat we een mooi systeem opbouwen waarin iedereen zijn rechten kent. Dat we ook weten dat we vrije mensen zijn, vrij worden geboren, autonomie hebben over ons eigen leven en eigenlijk gewoon soevereine mensen zijn. Mensen, we zien elkaar morgen op de Dam. Weer of geen weer, het is maar water. Oké? Dus tot morgen in Amsterdam.